We krijgen een ander punt. Ja, dat zit zo. Je hebt het Guinness Book of Records, hè? Dat heb je, dat is groot internationaal. Maar nou vinden we ook dat hier in Nederland een oer-Hollands recordboek moet komen. Dat komt er ook. Dat is het Broodje Unox recordboek. Oh. Is dat niet enig? Ja. Dan ga ik even op zoek naar de info. Want wat staat er bijvoorbeeld in? Nederlands vuurwerk? Nederlands vuurwerk? Dus we gaan kijken naar Nederlands vuurwerk. Ik ben benieuwd. Nou, het ziet er allemaal erg Hollands uit. Kijk eens, een gezellig Hollandse boer. Maar wat zit er allemaal in de wagen? Ach, allemaal mannen met melkbussen. Nou ja, wat zijn ze toch aan het doen allemaal? Misschien is het handig als iemand het ons even uitlegt. We zijn met kabitschieten begonnen in 2000 met één bus. En met een man of zes. Daarna zijn wij elk jaar meer melkbussen wezen scoren. En nu hebben we reeds 22 stuks. En met een man of 10. Ja, maar wat zijn ze toch allemaal aan het doen? En karbiet schieten? Nou goed, laten we eens beginnen bij het begin. Wat is karbiet? Nou, dit is dus karbiet. Dat wordt gemaakt van kooks en gebluste kalk. Dit komt in de melkbus. En vervolgens doen wij er water op. En dan zie je dat het al gaat gissen. Dan ontstaat er een acetyleengas. Deze ligt ongeveer een minuutje te gisten. Vervolgens houden we daar een fakkel bij met vuur. En deze wordt dan ontploffing gebracht bij het gaatje in de melkbus. En dan komt er dus een dikke explosie. Oké, handen voor de oren en knallen met die hap. Nou, werkelijk geweldig. Maar jongens, was dit het? Of, oh, hebben we nog een verrassing? Nou, wat gebeurt er? Ik zie een voetbalveld. Een doel. En oh, daar is het melkbusteam uit Diever. Wat gaan ze doen? Jongens, jullie moeten echt weg daar. Ja, houd me allemaal een beetje bedekt, want je weet het niet. Oh, jongens, kijk uit. Waar gaat dat heen? 3, 2, 1, dekking! Goal! Ik vond het werkelijk een belevenis. Het was inderdaad reuze bijzonder om allemaal eens mee te maken. Nou, de mannen gaan weer naar de boerderie. En ze hebben allemaal natuurlijk een beetje trek gekregen. Ik heb toch nog eventjes een vraag, hè? Want wat vinden jullie zelf nou als mannen onder elkaar van dat karbietschieten? Karbietschieten is echt wel tof. Ja. Nou, dat vind ik ook, hoor. Heeft iemand nog iets toe te voegen daar? De knallen zijn mega hard. Ja, dat hebben we gemerkt. Karbietschieten is een traditie, heb ik van mijn vader geleerd. Ja, nou, ik zeg eet smakelijk. Neem het ervan. Een karbietschiet is booming. Er is niks wat harder knalt. Laat eens horen nog. Ja, ach, het is schitterend. Goal! Ook tot ziens. Ja, goed. Dat was dus karbietschieten. Ja. Dat is dus een hele Nederlandse bezigheid en zo.